Vandaag is hier op de Floriade Expo 2022 een hele mooie coalitie bij elkaar van onderzoekers, ondernemers, overheden, wetenschappers die samen ketens willen bouwen in het kader van biobased bouwen. En die willen heel graag samen kijken hoe we echt concrete stappen kunnen maken naar een circulaire economie. Waarom is circulair ondernemen heel belangrijk? Dat weten we allemaal, want grondstoffen die raken op. Circulaire economie is een ontzettend belangrijke opgave, omdat de oude economie langzaam gaat vastlopen. Maar ook omdat grondstoffen eindig zijn, er veel te veel CO2 wordt uitgestoten en de materialen ook veel duurder worden. Ik geef natuurlijk ook les hier bij Hogeschool Windesheim en we voeden onze studenten heel vaak met dingen die heel logisch zijn. Hè? Van dat je gewoon goed voor natuur zorgt, goed voor elkaar zorgt, gezond werkt, dat soort dingen. En dan komen ze bij bedrijven te werken en die zeggen, ja, beton is toch ook goed? In beton heb je een bepaalde steensoort nodig, of niet een soort, maar een bepaalde maat. En die schijnt over een paar jaar gewoon niet meer te verkrijgen te zijn, dus dan moeten we een alternatief hebben. Die frustratie die herken ik, want wij zitten in de circulaire woningbouw. En in Nederland heb je wetten, normen, regels en die bepalen wat er in Nederland in de gebouwde omgeving mag komen te staan. Het is, in de bouwsector is een hele versnipperde keten en het is ook een cultuur die helemaal niet houdt van verandering. De oplossing ligt erin in een stukje verruiming van mogelijkheden. Waarom niet een stukje opschorting van die wetten en regels en dan niet met opschorten overboord gooien, maar het innovatieve en het experimentele meer de kans geven? Dan moet je systemen doorbreken, dan moet je de bestaande praktijk doorbreken. En je moet een cultuurdoorbraak forceren. En die drie, ja, daar zijn we nu mee aan de gang. Dus je hebt van allerlei soorten en maten heb je problemen die je met circulaire economie in één keer op kan lossen. Ja, het is fantastisch om te zien dat vandaag degene die de producten willen maken, bijvoorbeeld van vlas, isolatiemateriaal, en iemand die wil bouwen van startblocks, dat die elkaar niet kennen. En vandaag komen ze elkaar tegen. Hoe gaaf is dat? Nou, dan kom je in contact. Je hebt 10 minuten gesprek en dat leidt vervolgens tot een afspraakje met de provincie om te praten over test en subsidiemogelijkheden. Wij kunnen ondernemers ondersteunen in hun businessplannen. We kunnen samen met gemeentes, als we kijken naar gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen, inpassingsplannen, daar eisen aan stellen ten aanzien van circulair en biobased bouwen. En we kunnen partijen allemaal bij elkaar brengen om iedereen goed te laten samenwerken. Niemand kan in zijn eentje circulair ondernemen. Je hebt mensen aan de voorkant nodig, je hebt mensen aan de achterkant nodig, anders heb je die keten nooit rond. Dus je moet elkaar opzoeken. Je ziet ook dat gewoon meerdere partijen met elkaar in gesprek komen. En dat vond ik net hier helemaal. Je ziet gewoon dat er discussies op gang komen. Dat vind ik een hele goede zaak. Heel veel mensen willen heel graag. Maar heel langzaam moeten we die cirkel klik, klik, klik opschroeven. En alle onderdeeltjes moeten stapje voor stapje daarin meegaan. Want als er in die keten de eentje niet meewerkt, dan komen we niet hoger. Ik ben Lorraine Westeneng en ik werk voor Green Inclusive. En met Green Inclusive hebben we een natuurlijke waardeketen ontwikkeld. Waarbij we van vezelhennep, wat we telen samen met de agrarische sector, dat verwerken tot natuurlijk isolatiemateriaal, een gecertificeerd bouwproduct. We hebben hier op de Floriade een paar hele mooie voorbeelden van biobased bouwen. En dat gaat niet alleen over houtbouw, maar het gaat zeker ook over vezels. Vezels die van het land komen, een plant zijn en waar je dan vervolgens een bouwmateriaal van maakt. En wij noemen dat ook wel van plant tot plant. Vezelhennep neemt heel veel CO2 op tijdens de groei. En als je dat verwerkt in langcyclische producten, zoals bouwproducten, dan ga je die CO2 ook echt blijvend vastleggen. En daar zit een nieuw verdienmodel in, een nieuwe inkomstenstroom. En dat gaan wij weer terug laten vloeien in de gehele keten. Dit is nu de uitdaging van nu. Dat we dingen weer in kleine stukjes moeten afbreken en weer opnieuw opbouwen op een manier, ja, gewoon een totaal nieuw systeem eigenlijk. Wij zijn niet de generatie die het meer zo goed hebben als die ouders voor ons en die generatie daarvoor. Dus welk model past er dan wel bij? En op het moment dat je daarover gaat nadenken, ben je 9 van de 10 keer al circulair bezig. En daarmee maken we ook onze totale economie een stukje toekomstbestendiger. Dus het moment is nu. Echt gaan samenwerken. Je moet lekker creatief zijn en je moet durven. Dan wordt circulair ondernemen echt heel leuk. Als iets is wat ondernemers kunnen, is risico's nemen, ondernemen, creatief zijn, nieuwe oplossingen zoeken en zorgen ook dat de markt zichzelf verandert. Circulair ondernemen is eigenlijk een stukje lef tonen. Datgene wat je kent, naast je neer te leggen en op zoek te gaan naar datgene wat het mooi aanvult. Ik hoop dat dat zich langzaam gaat uitspreiden, dat meer bedrijven daaraan mee gaan doen. Als het lukt, dan is het ook heel fijn. Nou ja, dan leveren ze een gezonde en een betere wereld. Ben jij nou een ondernemer die ook echt aan de slag wil met circulaire economie? Heb je een idee of een vraag? Check dan de informatie onder deze video en neem de eerste stap.